Hoi en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Belinda en vandaag heb ik voor jullie een extra video over diamond painting. Op 15 september is deze video online gekomen bij Enzo Knol. Een video waarin hij zijn nieuwe lijn met speelgoed aanprijst die hij verkoopt bij Top 1 Toys. Of nou ja, niet hij zelf natuurlijk, maar Top 1 Toys verkoopt zijn speelgoed. En daartussen, en dat verbaasde me ontzettend, daartussen zitten diamond paintings. Hij heeft gewoon drie verschillende, ik heb er hier twee en hier één, drie verschillende paintings op de markt gebracht. En het zijn paintings van, even kijken hoor, 21 bij 25 centimeter groot. We hebben hier deze met het Knol Power logo die hij ook op zijn shirts heeft staan. Deze heeft 8 verschillende kleuren. Dan hebben we deze, het Knol Power logo met een deel van zijn hoofd eronder. Deze heeft 14 kleuren. En we hebben deze Soctopus en deze heeft 15 kleuren. Hij heeft het idee van de kinderen van Shahid. En dit is Shahid, Dutch Performante, op Instagram. En die kinderen deden dit blijkbaar en dat vonden hij en Miron blijkbaar zo leuk dat ze het op de markt hebben gebracht in een eigen lijn. Ik vind het heel leuk. Ik vind het ook heel leuk dat hij dus dit onder de aandacht brengt bij kinderen, want het is eigenlijk natuurlijk wel iets wat je vooral bij ouderen ziet. En echt de jonge kinderen zie je er nog niet zo mee in de weer. De paintings kosten €7,99 per stuk en zijn te koop bij Top 1 Toys. Ik dacht eigenlijk dat alleen deze twee ontwerpen er waren, deze en deze. Want die heeft hij in zijn video's laten zien, maar eenmaal in de winkel kwam ik er dus achter dat deze er ook was. Dus die heb ik ook maar gelijk meegenomen. Ik dacht, is toch leuk. We gaan er in deze video eentje maken en dat wordt deze. Gaan we maken. Die vond ik wel leuk omdat hij gewoon de meest verschillende dingen heeft. Die andere twee gaan we waarschijnlijk ook wel maken in video's. Maar dus even niet in de video van vandaag. Wat ik zo leuk vind aan deze pakketjes, als je aan de achterkant kijkt, er zit een klein schildersezeltje bij. Dus als je klaar bent, kan je hem op dat schildersezeltje zetten. Ik vind het echt vet grappig. Ik ga het pakketje even uitpakken en dan gaan we even kijken wat er allemaal in zit. Oké, het pakketje is uitgepakt. En het eerste wat mij opvalt is dat deze, dit is karton. Wij zijn natuurlijk gewend dat paintings, ik heb hier nu even niet zo 1, 2, 3, 1 bij de hand liggen. Nee, ik heb hier nu niet zo 1, 2, 3, 1 liggen. Maar wij zijn natuurlijk gewend dat paintings, dat dat papier is. En dit is gewoon knijtershard karton. Is wel leuk, want daardoor kan je hem natuurlijk des te makkelijker. Oh, dit is zo leuk. Ik vind dit echt een hele leuke toevoeging. Des te makkelijker als die klaar is. Kan je hem hierop zetten? Kijk nou. Vet grappig. Ik vind het ontzettend leuk. Hij is dus inderdaad niet zo groot. Hij ziet er wel gewoon goed uit verder. Er zit ook gewoon een mooi plasticje overheen. Zoals bij alle paintings. Gaat ook makkelijk af. En inderdaad plakt gewoon zoals elke normale painting zou plakken. 8 kleuren als het goed is. We gaan hem even openmaken. Die zakjes zien er wel gewoon hetzelfde uit als bij andere paintings. Open. Zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, we hebben inderdaad gewoon 8 kleuren. Mocht je nou deze video zien omdat je een Enzo Knol fan bent of wat dan ook en je kent mij verder niet, kijk eventjes de vorige video die ik geüpload heb, een uitgebreide uitleg over diamond painting. Mocht je dit nou echt leuk vinden en verder willen gaan met diamond painting. Ik ga deze steentjes nu namelijk niet sorteren. Terwijl je dat normaal gesproken wel hoort te doen. Want ik ga hem nu in één keer maken. Terwijl je dat normaal gesproken niet hoort te doen. Dus ja, mocht je nou inderdaad denken van goh, Enzo Knol heeft het over diamond painting. En ik vind het eigenlijk wel leuk. Kijk dan even mijn vorige video om wel eens goed te zien wat diamond painting nou eigenlijk inhoudt. Verder hebben we in het pakketje natuurlijk het welbekende bakje, pennetje, waxje. En zelfs een paar Ziploc zakjes. Dat ook daar aan gedacht is. Ik weet natuurlijk dat Enzo dit niet zelf in elkaar gezet heeft. Als in zelf bedacht. Ja, misschien wel zelf bedacht dat hij een painting in zijn collectie wilde. Maar niet zozeer wat er allemaal bij moest. Want kijk, dit is natuurlijk weer heel onlogisch. Er zitten Ziploc zakjes bij, maar je hebt 8 kleuren en je hebt 3 Ziploc zakjes. Dus vandaar dat ik altijd zeg, zorg dat je zelf een voorraadje met Ziploc zakjes hebt. Want ja, 8 kleuren, 3 zakjes. Iedereen kan natuurlijk wel raden dat dat niet gaat werken. Kleine samenvatting dus. Painting, 21 bij 25 centimeter groot. Deze heeft 8 kleuren. Die andere twee gaan we een keer behandelen in een andere video.
Kostte 8 euro per stuk, 7,99 bij de top 1 toys. En eigenlijk het pakketje is gewoon zoals het pakketjes gewend zijn. Kleurtjes, steentjes, pennetje, bakje, waxje. En ja, nog iets extra's, want ik vind dit gewoon een ontzettend leuk idee. Ik kan hier niet over uit, ik vind het zo grappig. Dus ja, eigenlijk gewoon prima zoals het is. Wat ik wel ga doen is dat ik het pengripje van mijn eigen pennetje eventjes op deze ga doen. Want ik ga natuurlijk wel alle spullen gewoon gebruiken die erbij zaten. Pengripje komt bij Diamond Painting Wereld vandaan. Linkje staat in de beschrijving. En verder voelt dit... Oeh. Ik wou zeggen voelt stevig aan, maar toen brak ik hem soort van bijna. Want ik ben een volwassen persoon en deze pennetjes zijn... fragiel. Dus voelt verder gewoon normaal goed aan, zoals ieder ander pennetje. Maar ik was even iets te enthousiast. Dus ik ga jullie verplaatsen, zodat jullie mee kunnen kijken naar deze painting. En gaan we snel beginnen. Thank you.
we zijn even een tijdje verder. En dan kan je ook misschien denken, goh, je ziet er anders uit. Dat zit zo. ik ging deze painting vanochtend halen om 9 uur bij de Top 1 Toys, want ik ging om 9 uur open. En ik dacht, ik doe dat wel even. Dus, ik die painting halen. Blijken er dus 3 verschillende te zijn. En ik had gewoon contant geld bij me. Maar ik had niet genoeg bij me voor 3. Want ik dacht, ik haal er maar 2. Want er zijn er maar 2. Dus, ik 2 paintings gekocht. Geld gaan pinnen. 3e painting ook gekocht. Dus ik was al meer tijd kwijt daar dan ik eigenlijk hoopte. Toen moest ik ook om 12 uur nog werken. En ik dacht echt, oh joh, ik doe dat en ik gooi die video vanmiddag om 4 uur online. Maar ik ben in totaal met deze painting 3,5 uur bezig geweest. Nou, reken maar uit. Als je om 9 uur je painting gaat halen, duurt langer dan verwacht. Je moet nog naar huis. En je moet om 12 uur werken, dan ga je dat niet redden. Dus, ik bedacht me op werk ook dat ik vanochtend in de intro dus voor jullie zei dat die video online kwam in september. Het is oktober. Mocht het nou niet zo zijn als ik toch oktober heb gezegd. Oké. Maar volgens mij zei ik september. En dat besefte ik me opeens op werk. Ik moest werken tot 9 uur. Het is nu 11 uur 's avonds. En ik wil graag deze video online hebben op 17 oktober. Dus ik ga hem serieus nu nog editen. Want ik wil deze video gewoon zo snel mogelijk online hebben. Puntje bij paaltje. We zijn dus 3,5 uur verder. En hij is af. Ik vind hem ontzettend leuk. En we gaan even eerlijk zijn. Als je een gevorderd painter bent. Ja, hou het dan gewoon bij de paintings die je maakt. Hou het bij de paintings met eigen foto's. Want dit is wel echt een beginners painting. De kleuren zijn gewoon 1 kleur. Het is niet dat hier bijvoorbeeld 2 kleuren geel zitten. Hier 2 kleuren grijs. Wat we als wat ervarener painters natuurlijk wel hebben. Dit is echt voor de kinderen onder ons, de fans van Enzo. En dit is echt een perfect product daarvoor. Wat ik wel merkte, dat is het enige opmerkingje wat ik heb. Ik heb het idee dat de wax niet zo heel goed plakt. Want ik heb echt nog nooit zo vaak in de wax moeten dippen, zeg maar. Maar goed, dat kan de pret niet drukken. Hè? Als je bedenkt dat dit waarschijnlijk gemaakt gaat worden door kinderen, die maakt dat echt niet uit. Die keer meer of minder in die wax, dat boeit ze echt niet. Maar dit is dus het einde resultaat. Ik ben er 3,5 uur bezig geweest. Ik vind hem echt ontzettend leuk. Hij is ook heel duidelijk. Het KP-logo is wit. Had ik eigenlijk rood verwacht, maar hij is wit. Dus ja, jullie hebben de beelden gezien. Oh, wat ik trouwens wel lastig vond. Die lijst, die zit op de achterkant. En dat zit normaal los. Maar ik heb gewoon even een papiertje erbij gehad en dit gewoon overgeschreven welk icoontje bij welk nummer hoort. En dan is het opgelost. Dus dat zie ik niet echt als een heel groot probleem. Maar ik had die painting zo op tafel liggen en ik dacht, waar is die lijst? En toen dacht ik, oh ja, die zit daar. Dus, eindconclusie. Goed product, zit goed in elkaar, doet gewoon wat het moet doen. En voor de kinderen en de Enzo Knol fans, die ik verwacht tussen de leeftijd 10, 15, die leeftijd ongeveer, is dit gewoon echt goed te doen. Dus ik hoop dat ze dat leuk vinden. Ik hoop ook dat jullie deze video leuk vonden. Het eindresultaat gaan jullie natuurlijk nog zien. Vond je dit inderdaad een leuke video? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. Voel je vrij om Enzo ergens te taggen. Want ik weet niet of hij het leuk vindt om te zien hoe zijn kijkers ook dit soort dingen maken. Die andere 2 wil ik ook nog in een video gaan maken. Maar dat gaat waarschijnlijk iets langer duren. Want ik heb iets anders leuks op de planning staan. Het is al geraden op mijn kanaal. Waar ik dadelijk mee bezig ben. Maar ja, laat ik zeggen dat ik eventjes heel veel voorbereidingen te doen heb nog voor dit jaar. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Hierna zien jullie het eindresultaat nog. En ik zie jullie graag bij een volgende video. Doei doei! We'll be right back.